Sinds de seconde na de start van de oorlog in Oekraïne zette Anna Rostivchenko zich in voor, voor het Oekraïnse volk. We zijn inmiddels bijna 2 jaar verder. De oorlog is nog steeds gaande. En ja, de hulp aan Oekraïne is ook nog steeds nodig natuurlijk. Inmiddels is dat die ene actie uitgegroeid tot een ware stichting Razom. Voor de mensen die het nog niet kennen, zometeen zal Anna Rostivchenko nog even kort uitleggen. Maar eerst welkom in de studio. Ja, dank je. En goed dat jij in ieder geval het plekje van Barry nu opvult, want Barry is er niet. Trouwens, we gaan niet één, maar we gaan 2 avondjes uit weggeven, want het loopt storm in de app, sorry. Dus Barry betaalt. Dat is, 2 avondjes uit. 2 avondjes uit, zeker. Als er nog 100 acties om mensen bij komen, dan doen we nog een derde erbij. Toch? Gaan we loten. Gaan we loten. Anna, welkom. Even in het kort, Razom, wat doen jullie? We zijn een stichting die zich voornamelijk richt op Oekraïnse vluchtelingen en voornamelijk moeders met kinderen. En we bieden een breed schaal aan activiteiten aan, van taallessen tot knutselen, tot mentale ondersteuning. Een sociale plek natuurlijk, waar je gewoon samen kan komen. Want daar staat Razom voor? Ja, dat is samen in het Oekraïens. Ja. En er komen gewoon nieuwe projecten bij. Dus net als taekwondo voor kinderen, taekwondo lessen, sportactiviteiten, maar ook buiten Razom, dat wij met de kinderen naar theatervoorstellingen gaan. Dus en je kan zomaar doorgaan. Dus ja, dat. Want we hebben in de afgelopen 2 jaar een hoop voorbij zien komen. Brandweerauto's, ambulances, hulptroepen naar Oekraïne. Razom dan in het oude V&D-pand. Er is nog steeds hulp nodig, denk ik, in Oekraïne. Nee, maar, zeker. Ja, want als ik dan kijk bijvoorbeeld naar de media, die hebben natuurlijk altijd redelijk veel invloed op hoe wij over bepaalde dingen denken. De oorlog duurt gewoon voort. Maar we hebben inmiddels ook de oorlog met Israël en Jemen. We hebben natuurlijk de Houthis zitten en Palestina, et cetera, et cetera. Dat neemt natuurlijk allemaal wel een stukje weer weg van de berichtgevingen over Oekraïne, waardoor het lijkt alsof er weinig meer gebeurt. Heeft dat ook gevolg voor de hulpvraag? Of vooral niet voor de hulpvraag, maar vooral voor de hulp die wij vanuit Nederland bieden aan Oekraïne? Ja, ik weet niet precies of dat er echt zoveel invloed op heeft. Want natuurlijk, wat humanitaire hulp, dus echt de fysieke, dus net als luiers, doekjes, babyvoeding, dat soort dingen, kunnen we eigenlijk niet meer vervoeren vanwege de wetwijzing aan de grens met Polen en Oekraïne. Dus dat is sowieso, zeg maar, dat valt zo goed als weg. We gaan nog wel onze laatste goederen nog wegsturen. Maar wat er binnenkomt, dan merken we natuurlijk ook wel dat het natuurlijk minder wordt. Maar dat was al in principe voor de andere conflicten zo. Want ja, het is ook een soort, natuurlijk wordt het bij andere mensen ook een soort gewenning aan de situatie. Ja. Dus los van die andere conflicten, ja, was het ook gewoon even, die aandacht was er sowieso wel minder. Dus we moesten ook natuurlijk echt wel ons inzetten, ook op social media, van de bombardementen, die blijven gewoon doorgaan natuurlijk. Gerson, mijn geboortestad, die is gewoon in principe ook al gewoon zo goed als plat gebombardeerd. Dus ja, dat gaat ook gewoon dagelijks nog door. Ja, en dat zal voor in de komende jaren natuurlijk gewoon alleen maar doorgaan en doorgaan. Jullie hadden een prachtige plek in het oude V&D-pand, of het voormalige V&D-pand moet ik dan eigenlijk zeggen, op de eerste etage. Jullie moesten eruit. Ja. Waarom moesten jullie eruit? Er komt de fietsenstalling. Oh, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Ja, fietsenstalling. Dan zijn er natuurlijk niet genoeg in Haarlem. Nee, precies. Maar dat was dus de reden. Er komt een fietsenstalling in, er wordt worden. Ja, veel te veel fietsen. Ja, dat is een storende factor. Alle autoparkeerplaatsen zijn er ook al kennelijk te weinig fietsenstallingen. Maar goed, dan start een jacht naar een nieuwe locatie. Jullie hebben in ieder geval een tijdelijke locatie gevonden in de kerk aan de kinderhuis Singel. Ja. Aan het water, zeg maar, aan de Leidse Vaart. Het is wel grappig, de Anna en Maria kerk. Ja, een andere collega die Marie heet. Dat is toch bizar. Ja. Dus je hoeft niks aan rebranding te doen daar. Nee. Het is gelijk goed genoeg. Dat is het, we gaan naar de kerk. Ja. Was dat de reden waarom jullie daarheen gingen? Of hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Ging, ik weet niet precies hoe, maar mijn collega Mirjam, die is al een paar maanden vrijwilliger bij ons, die kwam ook toen met dat idee. Of dat niet misschien een idee was om ergens een kerk te benaderen. Of daar misschien een plekje zou zijn om daar tijdelijk te gaan zitten. En dat werd dus Anne en Maria Kerk.
Dus ja, zodoende. En die zochten ook iemand aan wie ze het konden verhuren. Dus dat kwam in principe goed uit, want die zijn alleen maar actief op zondag. En nog af en toe nog andere activiteiten door de week. Maar voornamelijk, ja, staat het gewoon leeg. Dat is dus fijn als het in ieder geval kan gebruikt worden voor jullie natuurlijk, zeker. Ja. Maar het is een tijdelijke locatie, zei je. Betekent dat je nog op zoek bent? Nee, we hebben voor 99,9% wel iets gevonden. Maar het was heel stressvol. Afgelopen 2 maanden was het wel niet, wel niet. En we hebben echt, we hebben echt met handen in onze haren gezeten. Dat we dachten, oh, en nu was op het laatste moment was het niet. En nu dus weer wel. En dan wel het echt gaat wel zeker. Heen en weer ja en nee, ja en nee. Dat maakt denk ik toch wel dat het inderdaad wel extreem stressvol is. Ja, het was spannend. Wel heel spannend. Want wat nou als dat zometeen weer nee is? Nee, daar wil ik niet eens aan denken. Oké, dan gaan we daar niet aan denken. Dat bestaat niet. Dat is echt een andere realiteit. Het gaat wel gebeuren. Over 2 maanden zitten jullie daar in een mooie locatie. Ja. Ja, het was een hele mooie centrale locatie. Ik mag nog geen de straat noemen. Maar het wordt, we gaan echt een hele mooie plek van maken. Die echt voor iedereen echt toegankelijk is. Die iedereen daar gewoon lekker een kopje koffie kan komen doen. Of meedoen met activiteiten. We willen het ook misschien even een soort verhuren aan andere initiatieven misschien. Net als, ik was ook benaderd op LinkedIn door een sociaal ondernemer die dan bijeenkomsten organiseert voor andere sociale ondernemingen. Ik dacht, nou, dat is superleuk. Ja. Dat is een mooie samenwerking misschien. En dan is het ook een mooie win-win, een mooie locatie. Dus ja, er zijn heel veel plannen. Maar dan moeten we natuurlijk... Het hangt even van die wel af. Van die wel af. En natuurlijk, we moeten echt zelf die verhuizing gaan overleven. Want het is een giga V&D-verdieping die wij nu leeg moeten krijgen. Oké, heb je daar nog hulp bij nodig? We hebben echt wel hulp bij nodig. Volgende week vrijdag... Bang je huis kan sowieso. Maar... Die gaat je sowieso helpen. Ja, ik hou hem eraan. Ja. Want wanneer is de verhuizing? Volgende week vrijdag. Ik zet hem in zijn agenda. Ja, graag. Om 26e is het, ja. Vanaf 3 uur. En het super fijn Brandweer Kennemerland, die gaat ons helpen met transport. Want we gaan natuurlijk 3 auto's weer doneren aan Gerson, mijn geboortestad. Dus dat is wel een heel mooi project. Super fijn dat ze dat willen doen. En met inderdaad 4 pallets, maar ook nog eens met allemaal materialen en alles wat dan echt naar Gerson gaat. Want er zijn heel veel auto's daar inmiddels ook al verwoest. Dus dat is echt keihard nodig. Nou, sympathiek. Razon.nl, daar vind je alle details. Daar kun je ook aanmelden voor de verhuizing? Nee, dat allemaal via Instagram. Allemaal via Instagram? Allemaal via Instagram. Daar zijn dan, die is echt helemaal up-to-date. Oké. Anna, succes. Dank je. En beduimen voor de wel. Dank je. Gaan we doen. En anders...